Hi, ik ben Rutger van Bright en vandaag zijn we op de Tokyo Motor Show. En daar gaan we kijken naar wat de Japanners de komende jaren ons te bieden hebben. Dus we kijken naar concept cars en naar een paar nieuwe modellen die ook in Nederland te koop komen. Ja, Nissan komt met twee verschillende concepts. Dit is de IMK en er is ook de Ariya. Ja, deze IMK is een zogenaamde Kai car. Het is sinds de jaren 40 ongeveer in Japan is een regelgeving dat kleinere auto's met een korte wielbaas dat die onder een andere klasse vallen, waardoor ze voordeliger zijn in de belasting en dat soort dingen. Dus deze auto hoef je niet te verwachten in Nederland. Maar het is wel een leuk klein elektrische concept car die mogelijk in Japan ongeveer in deze vorm in productie genomen zou worden. Maar hier zitten bijvoorbeeld nog camera's in plaats van spiegels op. Dus we weten dat dit hem niet wordt. De Ariya daarentegen lijkt al heel erg op de auto die in Nederland te koop zal komen. Dit is Nissan's Ariya Concept. Een auto die naast de Leaf te koop moet zijn als elektrische productieauto. Hij heet officieel dus nog Concept, maar aan de spiegels kun je al wel zien dat hij bijna productieklaar is. De meeste concept cars hebben namelijk camera's, zodat er niet van die dikke flaporen op hoeven te zitten. Maar deze niet, hier zitten gewoon spiegels op. En ook de wielen zijn niet zo groot dat ze niet zouden kunnen draaien in de wielkast. Dus dit is ongeveer wat je straks in de showroom bij jouw Nissan dealer kunt verwachten. Het grote schild op de voorkant lijkt een beetje op wat je in de Mercedes EQC ziet. Daarachter kunnen allerlei sensoren verstopt worden voor autonoom rijden. Zoals radar, cruise control, je parkeersensoren en dat soort dingen kunnen daarachter verstopt worden. En dan ziet er wel een stuk cleaner uit dan wanneer de sensoren zichtbaar zijn. ProPilot 2.0 moet deze auto krijgen. Dat is de naam van het autonome platform dat Nissan aan het ontwikkelen is. ProPilot 1 vind je in de Nissan Leaf. ProPilot 2 zit ook al in een productiemodel van Nissan hier in Japan. Deze conceptcar heeft twee elektrische motoren, zodat die vierwiel aangedreven is, voor en achter. Of dat voor het productiemodel zo is, dat weten we eigenlijk niet. Maar verwacht dus deze auto naast de Leaf als elektrische Nissan in de show. Yamaha heeft er ook een stand, natuurlijk met motoren, maar daarnaast maken ze nog een heleboel andere dingen. Van rolstoelen tot scooters, maar ook deze drone hier achter mij en deze helikopter die afstand bediend zijn. De drone is elektrisch, de helikopter heeft een benzinemotor, maar die zijn allemaal bedoeld om in rampgebieden, medicijnen, water, andere dingen die belangrijk zijn, snel te kunnen krijgen. En daarom is er ook deze concept en dat is eigenlijk een soort drone voor op het land die in moeilijk begaanbaar gebied kan komen om daar zwaar materieel af te leveren. Ja, deze futuristische brommers hierachter, de E02 en de E01. Dat zijn vergelijkbaar met in dit geval een 50cc brommer en in dat geval een 125cc motorscooter, zeg maar. Die komen ook werkelijk in productie en je kunt verwachten dat ze in Nederland ook te koop komen, ook al is dat nog niet bevestigd. En dit is best wel een kek brommertje, toch? En hier kijken we dan naar de Mazda MX-30. Dat is een wonderlijke naam voor deze eerste volledig elektrische Mazda, want de enige andere MX is natuurlijk de MX-5. Dat is die kleine rode sportauto daar zo. De MX-30 is een crossover met 5 deuren en de achterste daarvan zijn suicide doors, zoals je die kent van de RX-8. De neus komt je misschien bekend voor, er zit aanzienlijk minder chroom op dan in de andere modellen van Mazda. Maar de algehele lijnvoering lijkt wel op wat de andere Mazda's op dit moment doen. Hier zie je goed dat die achterste deuren de andere kant op draaien, dus tegen de rijrichting in. En dat is ook de gordels aan de achterste deur vastzitten, want je hebt natuurlijk geen B-pilaar meer. De accu in deze auto is 35 kWh en dat is een wonderlijke keuze van Mazda, want eigenlijk is de nieuwe ondergrens een beetje 40 kWh voor de meeste automakers. De redenering is dat minder gewicht is beter, want je hoeft minder te recyclen. De auto is natuurlijk sportiever om te rijden als hij minder weegt. En de meeste mensen hebben die range eigenlijk niet nodig en daar heeft Mazda gelijk in. Maar elektrische auto's beginnen pas populair te worden bij de wat grotere accumaten. En dus de vraag is een beetje wat het gaat betekenen voor Mazda dat ze een auto op de markt brengen met een iets kleinere accu. De MX-30 gaat in Nederland €34.000 kosten en dat is opvallend, want de CX-30, de benzine-equivalent van deze auto, kost ook €34.000.
Mitsubishi staat met twee verschillende concept cars hier zo. Dit gekke dingetje, de Super Hyatt K-Wagon concept. Nou, daar hoeven we in Nederland eigenlijk niet zoveel mee. Die K-cars zijn typisch Japans en daar gaan wij dus niet zoveel van terugzien. Achter mij staat de Mitsubishi MyTech concept en dat is wel een interessante auto. Niet volledig elektrisch, maar met een gasturbine. Het is een stuk kleiner en potentieel ook zuiniger dan dat een benzinemotor het is. En dus als je het vergelijkt met de Outlander die bij ons populair is, dan kan deze auto wel eens een stukje zuiniger zijn. We zijn bij de stand van Suzuki en er zijn twee concepts. De eerste is deze Waku Spo of iets dergelijks. Ja, het is een soort sedannetje, maar die kan veranderen in een shooting brake. We zien het trucje nu gebeuren. Dus het lijkt een soort pick-up te worden of een soort sedan. En de achterkant kan ook omhoog komen. Nou, dat zijn het typisch van die concept ideetjes waarvan je hier denkt, wauw, dat is vet. En wat in werkelijkheid dan om kostenredenen meestal niet gerealiseerd kan worden. Maar het is wel een heel leuk modelletje en we hopen natuurlijk een beetje dat Suzuki deze kant op gaat met die grote voordeuren en twee suicide doors achter. En de camera's voor op de neus die doen denken aan oude Japanse sportautootjes die vroeger daar de spiegels hadden staan en nu zijn dat dus kleine camera's. Het andere concept dat er staat is de Hanare. Dat is deze jongen. De Hanare is een van die moet laten zien hoe een auto eruit kan zien in het autonome tijdperk. Dus de wielen staan helemaal op de hoeken. Er is ontzettend veel binnenruimte. Ja, en binnen is het meer woonkamer dan auto eigenlijk. Dat is de Suzuki Hanare. Deze Lexus 1130 concept is een voorbode van het feit dat er een elektrische Lexus aankomt. Een volledig elektrische Lexus. Die komt in november al, wordt die aangekondigd. En dan zullen we zien hoe die eruit ziet. Maar ik vermoed niet dat hij erg veel op deze concept gaat lijken, want de vleugeldeuren zijn meestal een beetje te duur en te onpraktisch. Ik zie solid state staan. Een solid state accu is een nieuwe accutechnologie die op dit moment prijstechnisch in ieder geval nog niet bereikbaar is. En er zijn nog wat meer elementen zoals die gigantisch grote wielen die waarschijnlijk geen bocht kunnen maken. Dus hoe die elektrische Lexus eruit komt zien, dat weten we nog niet. Maar leuk is deze concept wel natuurlijk. Ja, een dagje op de autobeurs is hier best wel verwarrend, want behalve dat de borden allemaal in het Japans zijn en twee kanten tegelijk opwijzen, zijn de autofabrikanten er ook nog niet helemaal over uit wat er nou precies gaat gebeuren en waar ze naartoe moeten met de business. En het lijkt een beetje een kip-ei verhaal, nog steeds. Dus we zien eigenlijk op alle stands zien we dat automerken proberen zo vooruitstrevend mogelijk te doen. Soms door een elektrisch stepje neer te zetten, een elektrische driewieler of iets anders geks waarvan je weet dat het niet in productie komt. En in sommige gevallen zien we toch wel een beetje commitment. Het meest opvallende daarbij is die Mazda MX-30. Het merk dat gezegd heeft dat ze geen elektrische auto zouden bouwen, daar niet in geloofde, komt nu dus toch met een elektrische auto. En dat is qua prijs in ieder geval best wel een interessante concurrent voor het bestaande segment. Nissan komt hopelijk volgend jaar ergens met een elektrische crossover naast de Nissan Leaf, de hatchback die ze nu al verkopen. En dus al met al gaan we er wel weer iets op vooruit in dat segment. Wil je elke maand een video over wat er gaat gebeuren op het gebied van mobiliteit? Subscribe je dan op ons kanaal en als je dit leuk vond, geef een duimpje.